En op de eerste dag van het nieuwe jaar moest de brandweer uitrukken voor 3 branden. Een woning aan de Confianceweg in de buurt van Nieuwweergevondenweg is in de as gelegd. Het voormalig pand van Chihung en het Tulipanipand aan de Dr. Sofie Redmondstraat zijn ook afgebrand. Terwijl een beginnende brand aan de Kromme Elleboogstraat kon worden bedwongen. Brandweervoorlichter Alton Pina zegt dat de melding van de brand aan de Sofie Redmondstraat rond 12:30 in de ochtend binnenkwam. Het gaat om het gebouw van Chihung. Toen de brandweer aankwam, stond het gebouw iets in lichte laaien. En volgens de vermoedens is er sprake van brandstichting. De brand was al heel goed onder controle, maar er waren de vertragende omstandigheden. Vanwege het feit dat de gebouwen nog aangesloten waren op het elektriciteitsnet. En onze collega's last kregen van stroomstoten. Waardoor we een geruime tijd even het werk moesten staken totdat de stroomtoevoer werd onderbroken om verder ons werk voort te zetten. Het hoofd van de voorlichtingsdienst van de politie, Heun Vienaarden, gaf aan dat een man is aangehouden en overgedragen aan de politie. Hij is in verzekering gesteld op verdenking van brandstichting. Brandweervoorlichter Pinas deelde mee dat er zich ook ongelukken hebben voorgedaan. Ja, er hebben zich ongelukken voortgedaan. Een brandweerman, een collega van ons en een burger, vanwege instorting hebben ze ongeluk gehad, de collega in het gelaat. En ik denk de burger aan zijn hoofd. Maar ze zijn per ontboden ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis. En weet u wat nu verder met ze gaat? Nee, andere informatie heb ik nog niet. En hoe staat het dan met de aangrenzende gebouwen? In totaal zijn er 4 panden die in de as zijn gelegd. En de anderen hebben wat schroei en waterschade van overgehouden. Brandweervoorlichter Alton Pinas. Hij sprak vanmorgen over de brand aan de Dr. Sofie Redmondstraat. 2 panden zijn volledig verwoest en de aangrenzende gebouwen hebben schroei en waterschade opgelopen.